Het is de beslissende week in de kabinetsformatie. Het kan elk moment klappen, het kan elk moment rondkomen. Het goede nieuws is dat er al iemand is gefotografeerd met een conceptakkoord onder arm en dat dat niet tot problemen heeft geleid. Al kwam dat vooral omdat er op de gefotografeerde bladzijde in heel veel woorden niks stond. Lastenverlichting, streng asielbeleid, een goede toekomst voor de landbouw, bedragen en maatregelen later in te vullen. Knap dat ze na lang onderhandelen tot zulke concrete stappen zijn gekomen. Of ze eruit gaan komen hangt eigenlijk maar van één man af. En dat is Geert Wilders, die iedereen in Den Haag momenteel aan een touw heeft. Lukt het niet, dan is hij buitengesloten. Lukt het wel, dan is dat vooral dankzij hem en zijn grootmoedige gebaar... om al zijn ongrondwettelijke standpunten te laten vallen. Dankzij de constructie van een extra parlementair kabinet... heeft Wilders alle ruimte om alles te blijven roepen wat hij wil... en je voelt nu al het ongemak bij de andere partijen. Elke keer als Wilders een social media gebruikt... om een bewindspersoon een eng mannetje te noemen... of dreigt met nieuwe verkiezingen. Dat wordt dan ook het meest interessante om de komende tijd te gaan aanschouwen. De bochten waarin coalitiegenoten zich zullen moeten wringen... om recht te praten wat krom. Is. Je hoort ze nu af en toe sputteren dat de uitspraken van Wilders voor zijn rekening zijn. Dat ze het ook liever anders hadden gezien. Maar dat ze hun verantwoordelijkheid nu eenmaal nemen. Dat ze er een beetje moe van worden. Dat ze geen zin hebben om overal op te moeten reageren. Of dat er geen alternatief is. Wat mijn favoriet is. Om Jezildus of zich te horen zeggen dat Frans Timmermans een nog groter gevaar voor het land is. Terwijl Frans Timmermans intussen in een Joost klein blauwe outfit. Als Europino met een zelfgeschreven rep probeert de jeugd te bereiken. Op veel manieren een probleem. Maar het lukt me maar niet om in die man echt een groot gevaar te te zien. Maar goed, misschien heb ik een blinde vlek. Het is ook maar net waar je het gevaar wil zien. Zo waren er afgelopen zaterdag op de dam de allerstrengste veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat een schreeuw of een vlag de herdenking zou verstoren. Dat zou inderdaad diep triest zijn geweest. Maar intussen liep Martin Bosma van de partijen die het halve verkiezingsprogramma moest schrappen omdat het niet bij de democratische rechtsstaat bleek te passen, plechtig met een krans naar voren. En je kan de demonstratie op de Universiteit van Amsterdam zien als anarchie en ordeverstoring. Maar je kan ook denken: wat een winst voor de samenleving dat jonge mensen zich betrokken. Voelen. En vooral dat zoveel losliggende stoeptegels nu uit voorzorg verwijderd zijn, zodat niemand daar maar over kan struikelen. Je kan alles verschillend uitleggen, dat hebben we de afgelopen tijd wel gezien. Je kan een vernietigingsoorlog zelfverdediging noemen, je kan een invasie een speciale militaire operatie noemen. Het is maar net door welke bril je het bekijkt. Ik verheug me dan ook enorm op de dag dat Geert Wilders voor het verzamelde Joenaië zal verklaren dat bananen recht zijn, altijd al geweest. En dat als zijn coalitiegenoten het daar niet mee eens zijn, er misschien maar nieuwe verkiezingen gehouden moeten worden. Gewoon op de Fukken, gewoon om te kijken hoe ver hij kan gaan. En dat zijn coalitiegenoten zwetend voor de camera's zullen staan. Dat hij het recht heeft, het op zijn manier te bekijken. Dat sommige bananen, als je er lang genoeg naar kijkt, wel recht kunnen lijken. Zeker als je ze recht van voren fotografeert. En dat het ook eigenlijk helemaal niet uitmaakt of een banaan krom of recht is. Het gaat erom hoe die smaakt. En dat we bovendien met Frans Timmermans niet eens meer een bananen zullen hebben. En bovendien, hoe zit het dan met komkommers? En dan zullen ze zuchtend naar huis rijden. Om daar met lange tanden te beginnen. Aan de grote stapels, gebakken peren. Waar ze de komende tijd hoe dan ook mee zullen zitten. Abonneer op ons YouTube-kanaal.